Het agentschap inburgering van de Vlaamse overheid is een zooitje ongeregeld. De bevoegde minister Bart Somers vat het samen als mismanagement vandaag in de krant. En concreet gaat dat over slechte inburgeringscursussen, te veel personeel en onterechte ontslagvergoedingen. Er zijn simpelweg geen cursussen maatschappelijke oriëntatie. En ik citeer uit wat ik vandaag heb gelezen: er wordt blind gewerkt en niemand weet wat die inburgeringscursussen opleveren. Einde citaat. 10 jaar lang was de N-VA rechtstreeks verantwoordelijk voor inburgering. En 10 jaar lang heeft ze die ellende binnen het agentschap inburgering gewoon laten aanslepen. Uw verantwoordelijkheid hiervoor, beste N-VA, is verpletterend. En dit is dus niet minder dan een crisissituatie. Want vandaag blijkt dat de Vlaamse regering al jarenlang met belastinggeld, het belastinggeld van de hardwerkende Vlamingen, onder het mom van integratie en inburgering, dat door ramen en deuren gooit. Dat betekent dat de Zweedse coalitie van N-VA, Open VLD en CD&V verantwoordelijk is voor tienduizenden islamitische asielzoekers en vreemdelingen die de voorbije jaren niet ingeburgerd zijn en die vandaag dus bezig zijn met in onze wijken en in onze scholen onze samenleving islamitischer te maken. Proficiat. Maar dit probleem gaat natuurlijk een pak dieper, want sinds de jaren 60 al heeft de Belgische regering onze grenzen opengezet. Wij hebben de facto geen grenzen. Iedereen op deze aardbol die dat wenst, kan onze samenleving legaal of illegaal binnenkomen. Als het niet via gezinshereniging is, dan is het via arbeidsmigratie. Is het niet via arbeidsmigratie, dan is het als asielzoeker. Is het niet als asielzoeker, dan is het een land zonder grenzen, is geen land. Een samenleving zonder grenzen is geen samenleving. Minister van Samenleving, Bart Somers. Wat een onzintitel, die dus niks betekent. Nul, nada. Het gemiddelde jaarlijkse migratiesaldo van de laatste 20 jaar is ongeveer 50.000 migranten. Dat betekent dat er in België 1 miljoen migranten zijn bijgekomen op 20 jaar tijd. Dat is 2 keer een stad als Antwerpen. Resultaat: 1 op de 8 Vlamingen heeft ondertussen een niet-Europese achtergrond en maar liefst 90% van de bevolkingsgroei in dit land is het gevolg van immigratie. En deze bevolkingsgroei die is, dat zeg niet ik, dat zegt niet mijn partij, dat zegt een rapport van de economen van de bank ING. Deze bevolkingsgroei is, en ik citeer, niet kwaliteitsvol en maakt onze steden armer, jaar na jaar. In mensentaal betekent dat, voor de vele kijkers thuis, de overheid haalt vooral armoedzaaiers en achterlijke, incompatibele culturen binnen in onze samenleving. En voor de poging tot inburgering, de poging van deze talloze kansarmen, betalen de Vlamingen dus ondertussen al vele jaren honderden miljoenen euro's. En wat heeft dat opgeleverd? Ga de straat op, bezoek onze scholen. Dat heeft wijken opgeleverd waar men zich niet meer in Vlaanderen of in Europa waant, maar in Somalië, Marokko, Pakistan of Turkije of een mengeling. Wij hebben de verkiezingen gewonnen, maar ik wil voor iedereen ondertussen duidelijk zijn met de slagzin: eerst onze mensen. Maar deze verliezingsregering, deze verliezingscoalitie van N-VA, VLD en CD&V heeft daar blijkbaar nog altijd niets van geleerd. Want nog altijd betaalt de hardwerkende Vlaming duizenden euro's per inburgerende vreemdeling. En dit terwijl veel van onze gehandicapten, ouderen en andere zorgbehoevenden in Vlaanderen niet de hulp en steun krijgen waar ze recht op hebben. Samengevat, de afgelopen jaren heeft deze regering, de Vlaamse regering, honderden miljoenen euro's belastinggeld verspild aan een inburgeringsbeleid dat helemaal geen inburgeringsbeleid is. En de komende 5 jaar wil de Vlaamse regering daar nog eens 400 miljoen euro aan uitgeven. Stel u voor. Voor mijn partij, het Vlaams Belang, moet er nu echter maar 1 ding gebeuren. De massa-immigratiestroom moet stoppen en de enkele migranten die we nog wel zouden toelaten, die moeten een hoogwaardige sociaal-economische en culturele achtergrond hebben, zodanig dat ze niet eens een inburgeringscursus nodig hebben. En mocht er toch iets van een cursus nodig zijn, dan betalen ze die uiteraard volledig zelf, want ik heb altijd geleerd, ik heb een goede opvoeding gehad, voor wat hoort wat.